Fransen, ik wil best wel over Fransen zeggen. Want Fransen, ik vind het, dat, daar ben ik serieus, ik vind het de pubers onder de nationaliteiten. Echt, want pubers, het is dan precies hetzelfde. Pubers zijn vaak ontzettend kut. En toch komen ze ermee weg. Want iedereen zegt dan, ja, maar ja, het zijn pubers. Dat is met Fransen precies hetzelfde. Fransen zijn ook vaak heel kut. En dan zeggen mensen, ja, maar ja, het zijn Fransen. Nee, want een puber, dat is 4 of 5 jaar. Een Fransman, hele leven kut. Hele leven kut. En we accepteren dat, we accepteren veel te veel van die Fransen, joh. Want dit allemaal met die taal en allemaal... En wij moeten een spel van hen doen. Ja, wat niemand snapt. Wat alleen de Fransen snappen. En wat wij ook moeten doen, jeu de boel. Niemand snapt dat, niemand snapt dat. Maar zij hebben de regels dan bedacht. Het is ook nog eens zo, het heet dan in de Provence, heet het ineens petank. Het slaat nergens op. Niemand weet waarom. Niemand weet waarom. Hoezo heet het daar ineens petank? Hoe heet het op de grens? Heet het daar jeu de petank? Niemand kan het je uitleggen. Er zijn geen regels, er zijn geen heldere regels, weet je wel. Je staat in een soort grindbak met kattengras, weet je wel. En dan moet je dan... Ik heb het één klein keertje gedaan. Je moet met een bal, een zilveren bal, die allemaal op elkaar lijken ook, niet van elkaar te onderscheiden. Je weet niet of je in een team zit of dat je individueel speelt. Het is allemaal helemaal niet duidelijk. Ja? Je gooit en dan komt hij bij het kleine balletje. Ik ging gooien, ja. Zei iemand, nee, je gooit verkeerd. Ik zei, sorry. Hij zei, nee, je moet zo gooien. Ik zeg, van wie? Hij zegt, van iedereen. Ik zeg, zijn dat dezelfde mensen als die ook over mijn wenkbrauwen gaan? Wat is er voor? Sekte. Ook de Fransen, blijkbaar. Dat moet dan van de Fransen. De Fransen hebben bedacht dat het goed is om zo te gooien. Het is niet goed, want je kunt ook niet zo sturen. Het is onhandig.